Welkom bij de marktflits van maandag 3 juli. Vanaf volgende week maandag is TradingDarts 3 weken lang gesloten en de eerstvolgende marktflits daarna is weer op 31 juli. Ik heb zo wat interessante headlines voor je waarvan ik de nieuwsberichten interessant genoeg vind om te lezen als, nou ja, voor mij als swingtrader. Daarnaast natuurlijk de technische analyse en er is wat gebeurd bij de institutionele beleggers die in Bitcoin futures handelen. Dus dat ga ik je zo laten zien. Technische analyse Bitcoin, een stukje Rendercoin en de volledige versie van de marktflits. Die vind je heel eenvoudig door gratis lid te worden van onze trading community. Dat doe je, je opent Telegram. Je zoekt even Trading Dutch Free en je klikt op lid worden. Je bent er gelijk in en je kunt de volledige marktflits bekijken. Easy peasy. Even kijken hoor. Dit is het. Ik ga van start, dus blijf kijken. De headlines. Even kijken. Wat ik interessant vond is dat Bittrex, een hele grote crypto exchange die echt al heel wat jaartjes bestaat, die trekt op dit moment de autoriteit van de Security and Exchange Commission in twijfel. En zij gaan een rechtszaak aanspannen. Daarin willen ze 3 zaken behandelen. 3 belangrijke argumenten. Even kijken. Cryptocurrency assets die op de secundaire markten worden verhandeld zijn geen effecten. Aldus deze exchange. Dus daar willen ze de Security and Exchange Commission op vragen, bevragen. Volgens de Major Questions doctrine heeft de SEC geen gezag op dit gebied. Ik ben benieuwd wat daaruit uit gaat komen. En wat ik een hele leuke vind is dat de SEC heeft door het due process geschonden door een eerlijke kennisgeving. Nee, heeft het mist een woord. Heeft de due diligence proces geschonden door een eerlijke kennisgeving te geven van zijn claims. En dat hoor ik heel vaak terug. En dat is eigenlijk ook een stukje waarin de het management van de SEC flink aan de tand gevoeld werd. Van dat ze verweten wordt een hele onduidelijke regelgeving op te stellen. Maar vervolgens wel al die bedrijven aan te klagen. En de bedrijven hebben vooraf al gevraagd, dat staat bijvoorbeeld in dit artikel ook, dat is Coinbase. Coinbase heeft inmiddels geëist via de rechter dat de SEC antwoord geeft op hun verzoek om de regelgeving te verduidelijken. Om nu eens heel helder te stellen waar zij aan moeten voldoen. En dat is er gewoon niet. Dus het is natuurlijk heel scheef dat de SEC al die cryptocurrency exchanges aanklaagt, terwijl al de meeste cryptocurrency exchanges eigenlijk al samenwerken met de SEC en met andere instanties om te voldoen aan al die regelgeving. En vervolgens krijgen ze een proces aan hun broek. Terwijl de SEC zelf verzuimt om een heldere regelgeving op te stellen. Hè? Dus dat is scheef. Dus ik ben blij dat dit gebeurt. Ik ben ook heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Alleen we weten natuurlijk allemaal dat dit soort processen heel veel tijd in beslag nemen. Wat vond ik nog meer interessant? Dit soort berichten lees je elke week. En meestal noem ik het niet de berichten over dat de Bitcoin in dit geval de grens van $250.000 gaat doorbreken. En in dit geval ook in 2025. Het is alleen wel zo dat ik er niet raar van sta te kijken als dit gebeurt. En misschien nog wel eerder dan we denken. Namelijk als je kijkt naar de reactie van de markt op zo'n Bitcoin halving, dan zie je dat die percentueel steeds enorm stijgt. Nou, als je dat doortrekt, dan gaat de markt na de volgende Bitcoin halving ook weer in die richting. Daarbij komt op dit moment kijken dat na deze halving ook de Bitcoin schaarser wordt dan goud. En om die reden zie je nu al een reactie van heel veel gerenommeerde financiële ondernemingen die licenties aanvragen om in Bitcoin te handelen. Hè. De allergrootste fundbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft ook die licentie aangevraagd. Dat betekent dat er alleen al met de komst van BlackRock, als die licentie wordt goedgekeurd,
dat er miljoenen nieuwe klanten naar deze markt komen. En zij beheren al funds voor biljoenen. Dat zijn echt gigantische bedragen. Hè? Dat doen zij nu al. Ja, zij vragen allemaal een licentie aan. En na de aanvraag van BlackRock komen er nog veel meer bedrijven naar deze markt toe. Die hebben die licenties al aangevraagd. Wil je daar meer over weten? Kijk even op tradingdutch.com/blog. Of vanuit het menu open je mijn blog. Daar een van de bovenste artikelen gaat hierover. En dan zie je netjes de nieuwsberichten van bedrijven die nu al die licenties aangevraagd hebben. Bij elkaar gaat het echt om biljoenen, astronomische bedragen. Ja, als deze licenties allemaal goed worden gekeurd, heb je kans dat er al veel eerder een boeren komt. En dan moet de halving nog komen en dat bitcoin schaarser wordt. Dus als je serieus bent met traden, zorg dat je wat centjes opzij legt om het goed te gaan leren. En doe niet aan de koop en hoop strategie, want het zou zo zonde zijn als er zulke mooie kansen in de markt komen. En ja, je mist die door onkunde. Even kijken. Dan even de Bitcoin Futures. Dat zei ik net al inderdaad. De Bitcoin Futures die zijn weer in trek. En dat ga ik je zo laten zien aan de hand van de CME Futures indicator. En in dit geval gaat het nieuwsbericht ook over die beurs. De CME beurs. De Chicago Mercantile Exchange. Als ik het goed uitspreek. En even kijken, weer een voorspelling dat Bitcoin heel hoog snel gaat stijgen. Ja, nou ja, dat blijven we lezen. Ik lees het wel en ik geloof er ook in. Alleen ik schenk er weinig aandacht aan, want ik wil liever met beide voetjes op de vloer blijven. En gewoon kijken wat de technische analyse mij vertelt. En de nieuwsberichten, fundamentele analyse zijn voor mij een trigger. En is niet iets waar ik op handel, want ik wil het zien real-time in de technische analyse. Oké dan. Dat brengt mij naar de technische analyse. Even kijken. Op dit moment kijk je naar Bitcoin. Ik doe nog heel even deze indicator dicht. Dit is de analyse zoals ik hem afgelopen vrijdag heb laten staan. Er is vrij weinig van aangewijzigd. We zitten nog steeds van dit golfje in dit golfje en in een mogelijk nieuwe golf die eerst nog naar deze trendlijn toe gaat. Maar hij kan ook mogelijk uitbreken. Die beslissing is op dit moment nog niet genomen. We zien hier een hele mooie doji. En een doji is eigenlijk een soort van onbeslist candle met een mini bodytje, maar wel een hoge high en een lage low. Want die steekt boven de voorgaande candles uit. Dus de prijs is eerst omhoog gegaan, of eerst naar beneden. En toen weer afgewezen, en hij is ook naar beneden geweest, en toen weer afgewezen. En uiteindelijk, ja, ergens in het midden uitgekomen. En dat noem je, zeg maar, onbeslist. En de candles daarna, die zijn ook niet heel overtuigd. Ze zijn wel allemaal groen, maar hier zie je ook weer een soort kleine doji. En hier zie je weer een inverted hammer, als we uitzoomen. Dus dat is een soort hamerkendeltje. Nou, deze candle die loopt nog 16 of bijna 17 uur. Hij kan helemaal rood worden, hij kan ook nog groen worden, dus dat weten we nog niet. Dat moeten we afwachten, dat zien we pas morgen. Maar vooralsnog zie je wat gestaag groene candletjes, waarvan deze candle ook weer zo onbeslist is. Dus dat houdt in dat de prijs gewoon hier zijwaarts aan het gaan is en vooralsnog niet een duidelijke beslissing heeft genomen. Willen we naar het hoge toe gaan, dan zou die echt buiten dit groene vlak moeten uitkomen. En liever nog iets hoger, want buiten het groene vlak hebben we deze candletjes ook nog. Als ik hier het hoogste punt opmeet, dan zien we een high van 32.196. Nou, als die daar boven sluit met een body en eigenlijk boven deze weerstandslijn die ik hier heb getekend. Als die daar boven komt, dan zie ik als eerste target ook wel die 35.000, wat was het, 200 zoveel. Dat hij daar verder naartoe gaat. Maar dan moet hij toch echt laten zien dat er voldoende kracht is. Om hier bovenuit te steken. En met een body te sluiten aan de bovenkant. En de opvolgende candle moet het vervolgens weer bevestigen. Want anders krijg je weer net zoiets als bijvoorbeeld hier. Dan even andersom denken. Toen waren we steeds bezig met die laag lower lows. Waren we druk naar beneden aan het opbouwen. En dan kwam hier de candle die echt uitbrak door deze trendlijn heen. Met een body sluit. Alleen de opvolgende candle heeft het niet bevestigd. Dus die werd niet rood, die werd groen. Dus uiteindelijk heb je dan wel die downbreak, waarvan we hier wachten op een breakout. Alleen niet, geen bevestiging, dus gaat die hier weer verder omhoog. Nou, op dit moment kan die gewoon echt beide kanten opgaan. En dat is eigenlijk continu wat hier aan de gang is.
Wat het leuke is, op het moment dat Bitcoin hier een level heeft en dat level bevestigt, dan zijn er wat mij betreft wel leuke altcoins waar je in kunt handelen. En nou ja, dat zien we ook terug in de VIP-groep van Trading Dutch, waarin leuke resultaten worden gepubliceerd door de leerlingen. Even kijken. Voor wat betreft Bitcoin, hij zou echt nog naar beneden kunnen gaan en dat hij weer bounced op deze trendlijn. En dan nog steeds kunnen we zeggen dat we in een bull trend zitten, in een uptrend zitten, want het hoort erbij, hè? De markt gaat altijd in golfbewegingen. Dus dat is wat hier ook gaande is. Maar zo'n golfbeweging kan best wel enige tijd duren. Dus hij zou hier nog wel een higher high kunnen maken. En dan vervolgens alsnog op die trendlijn kunnen bouncen. Dus de candles moeten het ons gewoon vertellen. Vooralsnog, ja, binnen dit gebied. Daar blijft hij wat mij betreft voorlopig even. Totdat er een heldere uitspatting komt. Dan wel naar beneden, dan wel naar boven. Ik kijk even naar de weekly candlestick, omdat de wekelijkse, dat het maandag is en er een nieuwe weekly begint. Nou, wat we hebben gezien is lange groene candle 2 weken geleden. Vorige week vrij onbeslist. Nou ja, deze week moeten we nog zien wat daar staat te gebeuren. Dat duurt nog 6 dagen en 17 uur. Als we even kijken naar het verleden, dan zien we hier ook een lange candle. Vervolgens gaat hij hier weer zijwaarts een kleine uitbraak en daarna toch weer gestaag naar beneden tot op deze trendlijn. Ja, en dat zien we eigenlijk dat het hier in een iets andere vorm, maar wel dezelfde beweging ook is gebeurd. En dan met een sterke prijsafwijzing hier. Dan zien we hier ook die sterkere prijsafwijzing. Ja, weet je, dan zou die hier best nog iets hoger kunnen gaan en vervolgens dezelfde beweging op deze trendlijn weer kunnen maken. Pas als die hier doorheen breekt en ook door die stippellijn heen breekt met een gesloten body en de bevestiging erop, ja, dan heb je kans dat hij nog eventjes naar beneden gaat. En daar hebben wij ook een aantal targets voor de shorters zitten en mooie instapmomenten voor mensen die er nog niet in zitten en op kunnen gaan. Maar ja, tot die tijd wacht ik gewoon wat de candlesticks doen. En pas als ik nieuwe concrete informatie heb, dan anticipeer ik daar weer op. Voor de korte versie van deze marktflits nog even de Crown CME Expo indicator. Waarvan ik net zei dat er inderdaad weer meer geld is in de Bitcoin futures is gestoken. Dat zien we dan het beste in de daily grafiek. Hij moet wel laden nu. Want alleen aan dit streepje hebben we niks. Kom op TradingView, je kan het. Daar is die. Dan zien we. Deze stippellijn is nul. Dan zijn ze niet short en niet long. De paarse lijn is zijn de professionele beleggers. En de blauwe lijn zijn de institutionele beleggers. En de institutionele beleggers hebben een beslissing genomen om flink long te gaan. En dit gaat wel om astronomische bedragen. Want de institutionele beleggers, dat zijn beleggers van de grote fondsen. En dat zijn ook de beleggers waarvan er straks heel veel naar de markt toekomen. Als de licenties worden uitgedeeld, hè, als ze goedkeuring krijgen, hè, zoals een BlackRock of nou ja, noem ze maar op, kijk maar even op mijn blog. Maar op dit moment, op deze beurs, de CME Crown Expo indicator geeft aan dat de institutionele beleggers echt een flink vertrouwen hebben in de markt. Ze kijken op een iets langere termijn, hè, dus hier kunnen nog steeds dips inkomen. Hè, die vangen zij op, want zij anticiperen veel verder weg. De iets kortere termijn zijn de professionele beleggers en die zijn short gegaan. Een klein beetje, maar ze zijn van long naar short gegaan. Dus dat zou kunnen betekenen, gebaseerd op deze indicator, even naar de tijd kijken. Ja, ik moet altijd binnen een kwartiertje blijven, want anders vindt LinkedIn dat niet leuk, kan ik daar mijn korte versie niet posten. Even kijken. Dus het zou kunnen betekenen, omdat de professionele beleggers op een iets kortere termijn kijken, dat er hier een kleine dip komt tot op deze trendlijn. Hè, dat zij dat zien te komen, dat is gewoon een dip die de institutionele beleggers voor lief nemen, omdat zij op de lange termijn anticiperen en dan zitten we gewoon in een uptrend en een bevestigde uptrend. Dus dat. Ik ga even door met deze analyse. Ik ga nog even hoog overkijken naar de maandelijkse candlestick grafiek. Ik ga nog even kijken naar de grafiek die de Bitcoin halving in kaart brengt en naar de trade van Rendercoin. Dus wil je de volledige versie zien, ga ik naar de Telegram groep. Open Telegram, zoek naar Trading Dutch Free en je kunt je gelijk aanmelden en daar klik je gewoon weer op deze analyse en je kunt hem gelijk in de loop bekijken, dus dat is makkelijk.
Okie dan.